Hoi en leuk dat je kijkt! Oh, ik ben hier! Hoi en leuk dat je kijkt! Oh, dat was echt weer zo. Oh my god. Vandaag weer een nieuwe Wat Eruit Is Denken. En dit keer niet alleen, maar met... Hart van Paarden! Yay! En dat is speciaal omdat wij geen paardenmoeders hebben. Hebben we hier een paardenmoeder meegenomen. Dus we gaan een sketch maken over... Paardenmoeders. Paardenmoeders. Yay, paarden. Hoe kan het ook anders? Bij ons heet het dat anders. Hoe dan? Dat zijn de pennenmoeders. Ja. Termen uit het buitenland. Ja. Wat erg. Oh, kijk, kijk, kijk. Dat is mijn dochter. Goed, hè? Kijk eens. Ja, dat goed, mam. Wat goed. Ja, ze doet het ook beter dan jouw dochter. Zie je dat? Nee, kijk maar... eens hoe ze kan lichtdraaien. Oh, ze doet het zo goed. Ja! Annelien, wat knaps. Nee. Tessa, nog een keer, nog een keer. Annelien, kijk, Annelien kan het niet zo goed. Nee, kijk, goed, Tessa. Goed, Tessa, die doet het goed. Goed, ja. Meisje, ja. Nee. Kijk, Tessa. Ja, die doet het goed. Maar mag je even inhaken? Tessa zit ook op een veel makkelijkere pony dan mijn Annelien. Nee, natuurlijk niet. Dat beest is pas 6. Dat is helemaal niet waar. Jouw dochter kan zit op 6 zijn, maar zo hersendood. Pardon? Ja. Mijn dochter? Nee. Mijn dochter? Mijn dochter? De pony? Ik bedoel de pony. Nee, die is pas 6. Die heeft ze zelf ingereden. Ja, en hoe lang staat hij op de manege? Ja, goed zo, Annelien. Nee. Mama nee, is trots nee. op jou. Nee, Annelien, nee. Kijk dan, zo kan je niet licht rijden, dat kan niet. Dat goed. Nee, je zit in galop. Tessa, moet je even luisteren. Je gaat nu echt goed je best doen. Ik ben het spuugzat. Ik wil dat je voortaan in die wedstrijden hoger rijdt. Dit kan dus gewoon echt niet, hè? Ik ben er zo klaar mee. Dus je gaat naar je instructrice luisteren. Je gaat precies doen wat ze zegt. En ik eis van jou. Nee, ik eis van jou. Dat je de volgende wedstrijden beter rijdt. Anders dan verkoop ik je pony of je paard. En dan is het gewoon klaar. Want die kan natuurlijk niet. Weet je hoeveel geld ik hier aan kwijt ben? Dit kan dus gewoon echt niet, hè? Afgesproken. Dus wat... Hey, hier. Dus wat hebben we afgesproken? Ik wil dat jij minimaal in L gaat starten volgende week. Duidelijk? Duidelijk? Ja? Oh, ben jij toch een braaf paard? Tessa, kijk nou aan. Hij is veel te groot. Kom maar even mee. Misschien moet iemand anders dat gewoon doen. Nee, maar het is gewoon een braaf paard. Nee, maar ik... Nee. Mama, niet zo bang zijn voor paarden. Hij doet helemaal niks. Kom maar. Laat maar spreek even los. Het is een heel braaf paard. Hij doet niks. Nee. Oh. Groot is hij helemaal niet. Hij is maar een paar centimeter groter dan mij. Paar maar. Annelien, hou er rekening mee dat je je rug recht houdt. Want je zit nou veel te veel gebogen. Je moet recht zitten. Dus schouders naar achteren, borst naar voren en rechtop. Ja, dat is goed. Hallo, ze zit toch hartstikke recht? Ik weet niet hoor, maar heb je jouw rug gezien? Ze is ook niet helemaal verticaal. Verticaal. Dames, willen jullie er nou even niet mee bemoeien? Ik zit hier les te geven. Tessa, je moet goed blijven licht rijden. Je gaat nou echt heen en weer op en neer. Je moet gewoon stabiel zitten, goed licht rijden. Ja, dat is veel beter. Nee. Dat gaat dus niet gebeuren. Zij krijgt les van Frank Jespers. Je denkt toch niet dat jij dan weet hoe je haar les moet geven, toch? Nee. Wat zeg je? Ik ken de hele Frank Jespers niet eens. Waar heb je nou over? Ik geef je altijd les. Later maar. Stop maar. Beter stopje. Ja. Dames, als je nog één
iets zeggen, dan stuur ik jullie weg. Wat ga je doen? We gaan een sprongetje doen. Maar dit is al een heel, heel hoog sprongetje. Maar je staat nog niet eens goed. Nee, maar kijk. Dit is oké. Okay. Nee, mevrouw. Ja. Hier kunnen ze overheen stappen. Dat gaan we niet doen. Ja, maar dit is goed. Die? Nee. Veel te hoog. Dat gaan we niet doen. Nee. Die. Goed. Ja. Wedstrijd gehad en het ging goed en ik had 200 punten en ze was heel goed jurycommentaar, dus het was wel heel goed. Hallo, ik praat tegen je. Ja. Normaal vraag jij de dingen aan mij, heb ik geen vertier om het te vertellen, dan vertel ik het aan jou en dan luister je niet. Ja, maar je hebt altijd zoveel te vertellen. Nou, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Tessa, kom jij eens even hier. Even hier komen. Kom nou. Je zit al op zo'n groot paard, dat is al één genoeg. Strak verbrand je. Kom eens even hier. Mama. Nee, dat kan niet, maar mama. Strak verbrand je. Even hier komen, kind. Verbrand. Jawel, kom hier. Hier met dat handje. En ik vind het paard eng, dus kom even hier alsjeblieft. Even nu, kom. Nou, doe het dan maar snel, dan kan ik verder rijden. Mama, kijk uit. Zit op mijn t-shirt. En dat zadel. Leuk dat je gekeken hebt naar deze video en als je nog meer leuke ideeën voor een video, laat het dan even onderin neer. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Hart voor Paarden, die staat ook in de beschrijving. En dan zien we jullie de volgende keer. Nee, je moet vooral een duimpje omhoog doen als je dit een leuke video hebt. Oh ja, natuurlijk, duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op deze twee ramen. Oh ja, en dat belletje. Ja, en dat belletje drukken, precies. Want ja, anders missen jullie onze video's en dan kan je niet first zeggen in de reacties. Precies dat. Ja, dat is... Doei! Doei! Oh, laat maar eens de tiefloop vast. Jouw dochter zit op dat... zijn, maar zo hersendood. Pardon? Ja. Mijn dochter? Nee. Mijn dochter? Mijn dochter? De pony? Waar is ze bij vandaan? De pony? Nee, de pony. Ik bedoel de pony. Zo kan je niet licht rijden, dat kan niet. Dat niet. Nee, je zit in galop. Ik kan niet meer. Loopers. Goeie comeback. Jammer, die zit in galop, man. Mam. Wat doe je nou, mam? Oké. Niet zo zeuren. Oké, volgens mij hebben we genoeg. Verticaal. Ik wist niet even wat er met z'n taal verticaal was. Oké. Ja. Ja? Je doet het goed, hoor. Oh, ik moet ook wat zeggen. Oké. Okay. Nog hier. Dus ik wil dit niet meer hebben. Ik wil dat je naar me luistert. Je gaat je kamer opruimen. En als je kamer niet opgeruimd hebt... Dan... Wat een lekker contrast dit. Wauw. Als je goed gaat. Okay. Ik vind het ook...